5,5 maand na de verkiezingen is er nog steeds geen zicht op een coalitie die wil gaan onderhandelen over een regeerakkoord. Een vervelende impasse. Maar de afgelopen weken hebben we met D66 en VVD hard gewerkt om die impasse te doorbreken. Daar is een document op hoofdlijnen uitgekomen. Onze belofte aan Nederland. D66 en VVD hebben langs de lijnen van de inhoud geprobeerd om de formatie los te trekken. En ik ben namens de D66-fractie best trots op wat er in dit inhoudelijke stuk staat. Mooie ambities die jullie ook zullen herkennen uit het D66-verkiezingsprogramma. Als ik een paar uit mag halen. Het ophogen van de klimaatdoelen naar 55%. Gratis kinderopvang en een rijke schooldag, zodat kinderen al vanaf jonge leeftijd gelijke kansen krijgen om wat van het leven te maken. Een ambitieuze agenda op emancipatie, zoals het uitvoeren van het regenboogstempelsakkoord en het moderniseren van de abortuswet en de embryowet. Een keiharde aanpak van racisme en discriminatie en versterking van onze rechtsstaat, hand in hand met betere aanpak van veiligheid, zowel in de wijk, maar ook het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit. En in dit document op hoofdlijnen hebben VVD en D66 ook afspraken gemaakt over onze houding in Europa en de wereld en onze houding in de politiek. Want als we één ding hebben geleerd van de afgelopen maanden, dan is dat we naast goede inhoud en ambitieuze plannen ook op een andere manier politiek moeten bedrijven om die plannen ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Het is met dit mooie, inhoudelijk ambitieuze stuk des te jammerder dat we er niet in zijn geslaagd om de formatie los te trekken. Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben enthousiast gereageerd op dit stuk. CDA een beetje neutraal, de ChristenUnie redelijk kritisch. Dus wat D66 betreft een ideaal moment om met VVD, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en het CDA ook onderhandelingen over een meerderheidskabinet te starten. Maar daarop liggen helaas nog politieke blokkades tussen het rechtse blok en het linkse blok. En daarom zullen we volgende week een moeilijk debat hebben en moeten kijken of dat we met een nieuwe informateur tot bijvoorbeeld minderheidsvarianten kunnen komen. Maar ik hoop dat ook in deze volgende fase deze inhoudelijke ambities van D66 en de VVD onderdeel blijven van het gesprek. Want zoals Sigrid Kaag al zegt, vanaf de dag van de verkiezingen laten we alsjeblieft langs de lijnen van de inhoud onderhandelen, zodat we die grote uitdagingen zoals klimaat, digitalisering en de kansengelijkheid ook echt met tempo kunnen aanpakken.